Ik ben Bruno Doedens en ik vertegenwoordig SLAM, Stichting Landschapstheater en Meer. En we doen nu voor het vijfde jaar een project op Oerol. Dit project heet Windnomaden. En het zijn 382 in totaal schilderijen die zachtjes bewegen op de wind. En ze staan hier op het wat, op de Noordsvaarder in Westerschelk. En in het app kan iedereen er tussendoor wandelen en de schilderijen ook bekijken. Het thema is gras tussen de planken. En dat hebben wij vertaald als kleur bekennen, eigenzinnigheid. En kleur heeft weer associaties met vlinders, vogels. Al de schilderwerken zijn gemaakt met nog weer een begeleidende tekst. Daar is deze catalogus voor gemaakt. Er staan alle schilderijen in. Met de verklaring van de toelichting van de schilders. En het is vrij toegankelijk. Iedereen kan er tussendoor wandelen. En het lijkt mij het leukste dat iedereen de schoen uitdoet. En op blote voeten daartussendoor wandelt. Waardoor de ervaring nog extremer wordt. En het is natuurlijk toch wel bijzonder om al die energie van al die mensen te zien. Van die kunstwerken. En terwijl je midden met je voeten in het wat staat. En die extremiteit, dat contrast, dat gaat over natuur en cultuur. En dat is wat Oerol ook wil nastreven, een podium zijn voor cultuur in de natuur. De buizen zijn een meter diep gaan ze de grond in, dus we boren gaten. Dan wordt er de grondbuis erin geslagen en dan komt de constructie er bovenop. Dus alle stijlen van de moderne schilderkunst zijn vertegenwoordigd. En het is een, je moet er gewoon eigenlijk tussendoor dwalen en gewoon je verliezen in alle beelden en alle verhalen die de schilders hebben neergelegd. Dat is een enorme rijkdom.